Dus, wat kost een half casino wit? En een krop sla? Pak melk? Dat gaan ze allemaal vragen, Job. Hou daar eens even mee op. Stil, lieverd. Nee, niet tegen jou, Job. Vraag maar even aan mama. Ja. Dat jij niet tijd hebt. Oh, zeg mama dat ik niet tijd heb. Oh, fijn. Waar hebben jullie dit? Lieve schatten, dat komt van mijn bureau. Die zijn niet om op te stiften. Ja. Nee, 29 miljard. Dat zijn ook drie van die nullen erbij, hè? En euro. Ja. Gulden is al geruime tijd. Oh, dat wist je dan weer wel. Van professor Heertje, ja, ja. Nee, wortelhapjes een beetje heet. Ja. Ja. Oké, dan hebben we die doorbreking van het CPB gehad, toch? Nee, maar dat geeft niet anders dan veranderen we die cijfers toch weer. Dan passen we het verkiezingsprogramma toch nog een keer aan. Ja. Ah joh, rustig Job, dat komt allemaal goed. Dat is heel goed. Heel goed. Spuug ze in de bek. Hou nou onmiddellijk op met dat ophouden nou. Ja, dat ergens anders. Wat dat betreft. Je zusjes kon al lang zelf drinken, Job. Kom, vast. Wacht even. Uw specialisten, dat is duidelijk. U wilt die salaris indammen. Maar u wilt ook het eigen risico inkomensafhankelijk maken. Welke categorie in Nederland gaat dat precies betalen? Vanaf welk inkomen? Dat twee keer modaal. Zeg dan twee keer modaal, man! Okay. Zeg dan twee keer modaal! Lulde behanger. Is dat wordt getornd aan het pakket. Dat mag je niet zeggen. In dit geval mag papa dat zeggen. Die plasterk. Ga eens heel gauw terug naar je bedje. Om die hypotheekrente af te trekken. En als straks, meneer Cohen, uw mensen, uw eigen PvdA's, iets zou willen ontzien, dan liggen er miljarden voor het oprapen door de immigratie te beperken, dan hoeft u niet aan de studiefinanciering. Ik ga niet aan de AOW. Dat wil ik echt graag even doen. Moet die bel pakken, joh. Moet die bel pakken. Oh my god. Prima. Meneer Cohen, daar de heer Wilders uit. Ook dit onderdeel van beide naar voren. Niet te beleefd, Job. Snoer om de mond, man. Nee, maar uitstekend gedaan. Uitstekend gedaan, Job. Echt een staatsman. Ah, joh, die cijfertjes die trekken we later uit onze mouw. Hè? Tenminste, als jij ze nog hebt. Iris! Iris! Wat heb jij met papa's papieren gedaan?